Enzo Knol, de populaire vlogger die onlangs zijn aanstaande vaderschap deelde, deelt nu een ontroerend bericht op zijn Instagram-pagina over het verlies van zijn geliefde opa. In een emotionele post deelt Enzo hoe nauw zijn band was met zijn grootouders, zoals te zien is in foto's en video's die de jarenlange hechte relatie illustreren. Vol liefde en plezier bezocht hij hen regelmatig, van zijn jeugd tot aan zijn dertigste levensjaar. Het bericht reflecteert de pijn van het verlies, vooral omdat het allemaal zo snel is gegaan. Enzo onthulde eerder dat het niet goed ging met zijn opa, en nu deelt hij zijn verdriet over het overlijden. Hij benadrukt hoeveel betekenis zijn opa voor hem had, en zonder hem zou er geen Enzo Knol zijn geweest. Met dankbaarheid herinnert hij zich de kansen die hij kreeg om zijn opa nog meerdere keren te zien, waarbij ze mooie gesprekken voerden en zelfs konden lachen. Enzo erkent dat zijn opa altijd een essentiële steunpilaar in zijn leven is geweest. Hij deelde zijn avonturen en successen met zijn opa. En de reacties vol trots en enthousiasme motiveerden hem. Het bericht weerspiegelt de warmte en genegenheid tussen kleinzoon en grootvader, met Enzo die belooft de liefde die hij heeft ontvangen zoveel mogelijk terug te geven. Met een vleugje melancholie deelt Enzo hoe zijn opa gemist zal worden, niet alleen door familie en vrienden, maar ook door de vele fans die zijn opa hebben leren kennen via de YouTube-jaren. Hij sluit het bericht af met een eenvoudig maar diep gevoeld rustzacht, opa en een hartje. De reacties op Enzo's bericht getuigen van de steun die hij ontvangt van zijn volgers, waarbij velen zich de geliefde opa herinneren uit de vlogs van Enzo. Het recente nieuws van Enzo's aankoop van een appartement in Assen om dichter bij zijn familie te zijn, geeft een extra emotionele lading aan deze periode van verlies en herinnering.